Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ben opgemaakt en daar is het mee gerecht. Ja. Geen lippenstift op. Maar ik ben zo beroerd als een hond. Maar ja. Ik zat tegen de migraine aan. Het is nou een klein beetje gezakt. Maar in ieder geval, dat kan de pret niet boeien. Gaat wel weer over, hoor, die migraine. Ja. Maar de meisjes moeten er toch ook eens een keer eruit. En het is al heel laat. Eén middag, het is sowieso al zondag 14 juli en het is 4:04. En ik zou ook boodschappen doen, ik zou ook de keuken doen. Ik moet nog 2 vlas in elkaar zetten, ja. Ik heb maar 1 ding tegelijk. En dat is sowieso mijn meisjes uitlaten. Dat kan ik tenminste wel samen, ja. Dat kan ik in 1 keer doen. Er zijn ook mensen die moeten het in 2 keer doen, omdat ze de ene hond amper kunnen houden en dan moeten ze helemaal zo lopen. Nou, dan denk ik ook van, hallo, trainen hè? Er loopt ook een man en die heeft, ja weet ik veel wat, met zo'n platte neus. Ik noem het altijd vechthond, ik weet niet hoe die honden heten, qua ras. En ze zijn meestal blauw-grijsachtig, maar je hebt ze ook wel in andere kleuren. Je hebt ze ook wel in het bruine W1 in het zwart, maar... Ja, maar in ieder geval, die kunnen het beest ook amper houden. Dan loopt hij helemaal zo te sjoren, dan denk ik ook. Wie laat nou wie uit? Daar hebben ze bij mij niet te flikken. Nee, ik zou wel de krachter, degene die de aanstichter ervan is. En tik op een neus en ja, trekken, dat is meestal dan elwing. Nou, het is nog maar 1 keer zien dat ik haar heb, dat ze een tik op de neus heb gehad. En dat is vorige week geloof ik gebeurd, of die week daarvoor. Ja. Dat gaan we niet doen. We gaan niet vrouwtjes zomaar meetrekken met rollator en al, omdat ze een andere hond ziet. Nee, dat doen we niet. Maar oké, lieve vrienden, maakt allemaal niet uit. Dat is geweest, dat is gebeurd, zo simpel. Ik ga lekker met de meisjes nou lopen en ik zie dan wel hoe ik me voel. Wat doe ik nou weer op een verkeerd knopje drukken? Ja. Zo. Ik krijg in ieder geval geen regen, dat is een ding wat zeker is, blijft bewolkt. En dan heb ik hem weer op de wandel-app. Dan kunnen we de cijfer E weer lopen, frisse lucht in. Doet ook wonderen, het zonnetje schijnt een klein beetje, die schijnt heel zielig. Dus ja, helemaal top. En we gaan er gewoon ervoor, ja. Wat moet ik anders doen? Bij zielig gaat zitten te doen? Nee, kan ik niet tegen. Ik heb wel heel veel geslapen, want ik was o zo moeder door. En misselijk, maar ik heb het gelukkig niet overgegeven. Dus ja, dat is weer fijn. En ja, je verslaapt enkeltje dag, maar als je lichaam erom vraagt, dan moet je naar je lichaam luisteren. Doe je dat niet, ja, dan zit je met gebakken peren, hè. Ja, je moet naar je lichaam luisteren, doe je dat niet, dan heb je op een gegeven moment pech, ja. Want dat sloop je alleen nog maar. Dus, nou, de meisjes liggen zo lief. Hoe lief dan, hè? Ja, zo lief. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles en geniet een klein beetje met mij mee en met iedereen. Met iedereen moet je mee kunnen genieten. Ja, niet alleen met mij, maar er zijn meer YouTubers en die je ook misschien volgt. Nou, geniet gewoon van alles met wat jij doet. Ja, en dan kan je ook met ons mee genieten op die manier. Ja, toch? Ja. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later alweer. Doei, doei. Ja, ik zie een hele mooie oude auto staan. Ja, maar er staan palen voor, daar kan ik niks aan doen. Want het is druk hier met de kermis aan de overkant. En ik heb me eerst veilig moeten stellen. En ik heb ingezoomd. Ik kan er nog wat dichterbij komen, maar dan moet ik weer verder lopen. En ik ga van de pijn zo, want ik niet weet. Maar hij is mooi. De meisjes zitten, tenminste Elwing die zit keurig netjes bij me. Rijka die is aan het struiden. Maar die kan ook niet verder dan ver. Want, ik heb er geen hond door al water. Ja, en het waait hier op deze hond.
daarom beweeg ik zo. Ik kan er niks aan doen. Maar we gaan weer lekker verder. Tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, de meisjes die zijn lekker uit geweest. Het is totaal niet koud, maar die lucht, nou, die spreekt boekdelen. Er wordt gezegd door de buienalarms, tenminste voordat ik vertrok. En ik ben alweer een tijdje thuis. Want ik heb ook alweer een bak koffie gemaakt. Ik heb een broodje gemaakt. Maar het buienalarm zegt nog steeds helemaal op een nendo. Dat is de buienalarm van RTL4, laat me zeggen. En hier, ja, een heel klein puntje. Precies boven dat vierkantje, ja. Maar daarnaast, nou, ja, nog eigenlijk boven zee. Het is zo gigantisch donker, je zou haar zeggen, niet 7 dagen onweer, maar 14 dagen. Zo bizar is die lucht eruit. En dat heeft zo'n druk op mijn hoofd, ja. Ik denk dat het daardoor komt, hoor. En misschien dat het ook wel ergens onweert, ik weet het niet. Er zou ergens, waar weet ik niet, noodweer komen, geloof ik. Ik weet het niet eens. Ik weet niet hoe, hoor. Daar even naartoe. Geen waarschuwingen hier. En daar dan. Bij IJmuiden, windstoten matig. 50% waarschijnlijk, ja. En ook dat snap ik niet, hè. Ik kreeg waarschuwingen, maar waar was dat vroeger? Ik kreeg ook geen waarschuwingen. En dan ging je er ook gewoon op uit. Dan ging je ook gewoon naar je werk met noodweer of wat dan ook, ja. Dus ik weet het allemaal niet, hoor. Waar, hoe is het en wat is het? Oh, daar is het ook geel, bij Zeeland. Nee, dat is onder Zeeland nog, geloof ik. Ja. Dat is bij Parijs in de buurt. Oh, zit dat dan Nederland vast? Oh, ja, natuurlijk, ja. Er zit geen water tussen. Dat is toch allemaal geel. Onweer, ja, zie je, onweer in de lucht. Dat hoeft hier niet te vallen, het kan ook elders vallen. Ik heb last van als het in de lucht zit. En het valt ergens anders, maar je verneemt het ook hier. Ook de dieren worden wel onrustig. Je moet maar eens een keer opletten. Ja, en hoe die app heet? Ja, hoe heet die app? Weet ik veel. UN, dus de hoofdletter U, kleine letter N, hoofdletter W voor Willem, hoofdletter X. Ja, de X. Ach ja, ik heb een sneeuwradar. Ben ik de buienradar, daar heb ik buienalarm. Nou, en dan die ik er net op noemde, het weer in Nederland, transparante klok en weer. Ja, dat is de klok die ik ook op mijn scherm heb staan. Hooikoorts, weer en radar en die ziet ook de motregen, dat hele fijne. Ja, de andere niet. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een broodje eten, een bakje koffie doen en even eerst voor mezelf even wat doen en ja, bekijk het allemaal maar, zou ik zo zeggen. Ik ga ook geen boodschappen doen, geen fut voor, nee. En ik heb genoeg eten, hoor, ja. Maar omdat ik toch weer laat uit bed was, wordt het toch gewoon ook weer brood. Maar ja, wat ik erop doe, dat is vraag 2. Ik ken een bakkeitje, weet je. Het kan een gekookt eitje wezen, ik kan een stukje vlees bakken, whatever. Ik zie wel wat ik doe straks. Ja toch, moet ik mijn vlogs in elkaar zetten. Dus we houden het simpel. Dus lieve vrienden, een hele fijne namiddag. Voor straks of nu, ik weet niet hoe laat jullie gaan eten, maar in ieder geval smakelijk eten en bon appetit. En tot later. Doei doei. Die kleine meneer legt lekker te snurken in elkaar. Ja, het is te zacht voor jullie, maar ik hoor hem. En daar ligt ons kleine meid, de kwispelstaarten, hè? Ja nou. En hier ligt mijn grote meid. Ja, en ik probeer de filmpjes van Karin terug te sturen die klaar zijn. Zodat mijn pc weer opgeruimd kan worden, want ja, die raakt natuurlijk ook weer overvol. Dus die zij is dan allemaal al online, die filmpjes. Dus ja, dat gaat allemaal in die map.
En dan stuur ik het weer terug en dan kan ik het bij mij eraf gooien. Ja, komt helemaal goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, ik weet niet hoe het bij jullie is. Het is hier grijs, triest en grauw. Ja, ik heb heel eventjes het zonnetje gezien. En dan, ik geloof er net 5 minuten aan en voor de rest heb ik nog geen zon gezien. Nee. En, dus, en ook is er weer verdwenen. Geen blauwe lucht. Het is gewoon grijs, grijs, grijs. En nog eens grijs. Ook daar, daar is het nog donkerder. Ja, niks aan. Nee. Oh ja, en wat ik vergeten ben. Van de week had ik hem al opgehaald. En dat is mijn plank die boven het raam behoort te hangen. Aan de buitenkant. Aan de achterkant. Ja, ik ben er weer blij mee. Ja. En er is net een speciale lak op gedaan. Wat voor lak weet ik niet. Maar ik hoop dat hij het weer mag blijven. Een tijdje goed mag blijven. Ja, ik ben er wel weer blij mee dat hij er weer is. Enkel ik zeg, wie hangt hem op? Dat kan ik niet, hè. Jij hebt hem eraf gehaald. Ja, ik kom andere week wel. Dan kom ik hem even voor je ophangen. Ik hou hem eraan. Daarom ligt hij daar ook op de eettafel. En ik hoop dat... Ik zeg, je hebt mijn telefoonnummer toch? Nee, die ben ik kwijt. Want ja, weet ik veel. Er was wat met zijn telefoon. Ja, er schijnen meerdere mensen met een telefoon wat te hebben. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij was mijn telefoonnummer kwijt. Nou, Mario was bij me. Ik zeg, mijn huistelefoonnummer. Ik zeg, die hoor ik tenminste. Want deze heb ik altijd op uit. Ja, dus dat dus. En nog 27 minuten resterend. Nou ja, ik ga zo meteen weer even lekker met mijn hondjes uit. Want ik ben nog steeds duffig en gammelig en... Dan heb ik weer hoofdpijn, dan is het weer even weg en dan is het er weer en dan is het weer weg. Dus ja, dat dus. Maar ja, ik kan de pret niet drukken, niet boeien. Het interesseert me verder allemaal niet. Ik ga lekker met ze lopen. Dat loopt hopelijk wel. En als ik terug ben, dan kan ik het zo huppata naar Karin toe sturen. En ik moet nog steeds 2 vlogs in elkaar zetten. Maar ja, eerst moet die computer weer een beetje opgeruimd worden voordat ik dat wat ga doen. Ja, dus vandaar dus dat ik dat doe. Ja. En dan begin ik maar wat later. En ja, het heeft nog niet zo'n hele erge haast. Ik geloof dat die van Karin de 19e online moet. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Maar in ieder geval... En dat voor mij heeft ook niet 1, 2, 3 haast. Ik ken ook morgen wel. Maar ik vond dit belangrijker dan een vlog in elkaar te zetten. Ja. Je pc moet wel blijven werken, hè. Ja. En dus, dat dus. Ja, ik zou nog wat doen en ik weet niet meer wat. Maar ja, dat komt, het schiet wel weer in mijn hoofd zometeen. Ik ben altijd zo blij met mijn meisjes. Oh. Ik zou ze zo mooi lekker willen knuffelen. Maar ja, ik zie me met die grote lobbers al gaan knuffelen. Dan gaat het om 1, 2, 3 niet worden. Ik ga niet beide op de grond leggen. Vanochtend op bed even geknuffeld met haar. Hé, kind? Ja, hé. Die is wakker, die slaapt en daar in die stoel slaapt. Geweldig, ja, heerlijk toch? Moet kunnen, toch? Vind ik van wel. Ook al ben je thuis en er is niks aan om wat te doen of wat dan ook, ja. Ja, de kermis is verplaatst. Nou, wat heb ik op die kermis te doen als ik niet in orde ben? Blijf je toch liever thuis. Ik denk dat de andere YouTubers dat ook wel doen. Ja, als je niet in orde bent, blijf je gewoon lekker thuis en dan verzin je maar wat hoor. Ja, en anders een keertje niet filmen is ook best. Ja, het is geen moeten, hè. Het is mogen. Ja, en willen. En dus. Maar oké, komt allemaal wel goed. En ik hou gewoon vol goede moed.
En we zien wel waar het schip stranden gaat. Bij mij in ieder geval niet voor de deur. Nee, ik krijg geen schip met ik weet niet hoeveel geld hoor. Nee, ik ben niet even de rijke stinkert. Nee. En dan zou ik een lieve rijke stinkert zijn. Ja, en niet zo van die vuilakken die, hè? Die ons nog armer willen maken dan dat we al zijn. Ja. Yeah. Hé? Meisje lief. Oei, 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 oei. Leg toch helemaal lang uit en je bent verschoven. Je bent anders gaan liggen. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie avond, want het is alweer 7:15, bijna. Ja, 13:00. En daar gaat het nou nog 19 minuten, dus dat gaat ook lekker opschieten nou. Maar ik zou zeggen, geniet gewoon van je avond en hou van elkaar, doe lief tegen elkaar, enzovoorts. En geniet met elkaar van jullie avond en tot later. Doei! Ja, en wat gaan wij doen, dames? We gaan straks lopen en dan naar boven toe, hè? Dan gaan we slaapje doen. Eerst even lopen en dan slaapje doen. Ja. Morgen weer een nieuwe dag. Althans, die is alweer aan de gang. Ja. Het is op die klok bijna 2:50. 1:52, ja. Dus dat wordt hardlopende. Even een blokje om. Het hoeft niet te ver weg, anders is maar even wat doen. En dan lekker naar bedje toe. Ik heb mijn werk af. Het is allemaal klaargekomen. Ik heb vlog van Karin in elkaar gezet. Ik heb een vlog van mij in elkaar gezet. Ik heb op Facebook gewerkt. Dus ja, het is klaar. Nee, jongens. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker. Uiteraard met mooie dromen. En morgen ook allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En voor de zieken, van harte beterschap. Voor degenen die werken moeten, werk ze. Voor degenen die vakantie hebben, nou, hele fijne vakantie gewenst. En ja, geniet van alles wat met jullie gaan doen. En hou je fatsoen. Vooral je fatsoen houden, ja. En wees lief en aardig voor elkaar. En jullie weten het, God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.